Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video leggen we je uit hoe de Sperber werkt. De Sperber is een hartstikke tof zoeklicht dat tot kilometers hoog de lucht in schijnt. De Sperber is wel gevoelig, dus pas op met transport. Wanneer je de Sperber gebruikt, moet je even geduld hebben, want de lamp moet eerst op volle sterkte komen, wat ongeveer een kwartiertje duurt. Na gebruik laat je de lamp ongeveer een half uur afkoelen. Om de Sperber te gebruiken, zorgen we ervoor dat deze aangesloten zit op een vrije stroomgroep. Vervolgens zetten we de Sperber aan de voorkant van de lamp. Om de Sperber vervolgens te kunnen gebruiken, moeten we deze verbinden aan de Sperbersturing. De Sperbersturing sluiten we aan middels een XLR-kabel. In het kitje van de Sperbersturing vind je een handleiding met wat de verschillende programma's inhouden. Dit is makkelijk te selecteren op de controller.